Hallo beste kijkers, vandaag is het weer tijd voor een nieuwe video. Na veel aanraden heb ik vandaag besloten om elke melk te reviewen. Ik heb al een paar keer gedronken. Het mooie eraan is dat geen enkele fles dezelfde is. Want bij elke melk is het zo dat elke fles staat een sticker op met de naam van een koe. Die is verantwoordelijk voor die fles. Vandaag ga ik voor jullie reviewen de melk van, het staat nou een beetje in spiegelbeeld, denk ik, klein beetje maar. Ariana 84 staat op, evenwichtig en vol van smaak. Op een schaal van 5 scoort zij 3 op vet, 3 op eiwit en 2 op lactose. Dus als je een lactose intolerantie hebt, zou ik deze links laten liggen. Is gemolken op 3 juni deze maand om 3:10 s'avonds. En tenminste houdbaar tot 19 juni. Oké, dat is nog 6 dagen, dat is prima. En het mooie is dat dus als je die fles koopt, je kan naar de website gaan, dat is www.elkemelk.nl. Dat is niet de sponsor van deze video, die heb ik nog niet. Dan kun je koe opzoeken. Kijk, dan zie je dus dit. Dit is Ariana 84. Nou, ziet eruit als een gekke koe. Beetje zwart-wit, je kent het wel. Gewoon zo'n Hollandse koei. En staat een beetje informatie bij. Dat is natuurlijk altijd gewoon even leuk om mee te maken. Want dan gewoon een beetje de lore achter je fles melk. Is geboren op 29 juni 2012. Dat betekent dat ze bijna jarig is, hè? Dus die gaan we erin houden. 29 juni 2012, dus die wordt bijna 8 jaar oud. En haar moeder, die heet Ariana 83. Dat is wel leuk, want ik was dus in de Albert Heijn om de fles te kopen. En een fles van Ariana 83, die stond ernaast. Dus dat is wel echt gewoon next level of zo. Haar vader heet Arnold. Gemiddelde jaarproductie van tegen de 8000 liter. Dat is gewoon, ja, in mijn optiek best wel veel. Maar ik weet niet hoeveel een koe eigenlijk geeft in een jaar. En ze heeft voor het laatst op 5 september jongstleden, dat is 2019, voor de mensen die in de toekomst kijken, een kalfje gekregen. En het leuke is dat je dus ook bij die koe kun je dus achterlaten wat je van de melk vond. Dus daarop heb ik ook een beetje gewoon gekozen ofzo. Want je zag natuurlijk een fantastische review van Arthur van Arnhem. En die zegt heerlijk romig en vers. Ik proef nu pas het verschil tussen, nee, verschil met gewoon pak melk. Het is gewoon een pak melk. Of, ja, het klopt niet helemaal. Maar hij deed het wel leuk. En het is allemaal goed bedoeld. Dus, maar het is van een half jaar geleden. Dus, twee maanden geleden heeft Xanne een review achtergelaten. Wat een heerlijk romige melk. 4V-3E. Bedankt Ariana 84. Dus het betekent wel dat er dat ze wel gewoon steady resultaten heeft. En dat die melk gewoon goed in de smaak valt. Nou, dan gaan wij dus eventjes proeven. Kijken of het echt waar is. En het ziet eruit als melk. Zo ruikt het ook. Ja, zo smaakt het ook. Maar gewoon wel lekker. Je proeft echt die lactose en zo. Maar ik ben vergeten om een beetje vergelijksmateriaal te halen. Want normaal als je een pak melk haalt, zit de melk in van een hele grote tank. En die, er zit melk van allemaal koeien in. Maar ik was vergelijkingsmateriaal te vergeten te halen. Dus dan gaan we het maar eventjes hiermee vergelijken. Dat is de Pacific Punch van Monster. Met de Salty Beast, die kennen het wel. Staat ook nog op van Death Before Dishonor. Dat zijn echt gewoon woorden die ik gewoon echt, die mij echt heel diep raken en zo. Dus dan gaat hij.
Nou, ik moet toegeven dat het echt totaal niet op elkaar lijkt. Maar het is allebei wel lekker. En dan zal ik maar voor deze video doe ik een giveaway. Voor like en subscribe. En laat in de comments achter waarom jij echt een deze fles, maar dan leeg en gesigneerd, wil hebben. En voor de echte waaghalzen, laat voor Loos ook je volledige geboortenaam achter, je BSN, je documentnummer, je geboortedatum. En misschien kun je ook jouw paspoort dan tegenkomen in een ver oord, maar dan niet van jou. Vergeet niet genoeg te drinken, het is warm weer. En tot de volgende video. Doei!